Wat wel een probleem is, in Nederland denk ik in het algemeen, is dat er moet wel een soort van collectief idee zijn waar iedereen zich achter kan scharen, wat iedereen begrijpt. Ja. En dat je dan samen begrijpt van we zijn hier aan hetzelfde aan het werken. En dat zag je eigenlijk voor het laatst bij Nederland zelf al tijdens het WK 2014 met Louis van Gaal als bondscoach, die een duidelijk idee had over oké, zo gaan we spelen. We hebben bepaalde tekortkomingen, maar we hebben ook bepaalde kwaliteit. En als we op deze manier spelen, dan kunnen wij ontzettend ver komen op dat toernooi. Ja. En dan gaat zo'n ploeg daarin geloven. Dan wordt zo'n selectie, dat wordt een geheel. En dan kun je resultaat boeken. Maar op het moment dat jij eigenlijk een soort van al ervan uitgaat van maar wij zijn Nederland, wij zijn toch wel goed. En dan spelen we tegen Tsjechië, tegen IJsland. Ja, joh, weet je, dat... Dat wordt een makkie. Dat wordt een makkie. We doen het gewoon op zijn Nederlands. Hup, 4-3-3, van achteruit, lekker opbouwen. Lekker voorzitten. Die kans komt wel, precies. En lekker veel balbezit, dan komt het allemaal wel goed. Is dat jouw analyse? Ik bedoel, je hebt vast... Het is wat korter door de bocht. Nee, precies, korter door de bocht. Ik kan me voorstellen dat je er inmiddels al een artikel of 100 aan gewijd hebt. Kan ik me zo voorstellen. Maar wat is de crux? Wat is de crux van het falen van het Nederlands elftal op dit moment, jouw inziens? Ik denk dat de crux is dat we een beetje vergeten zijn of verkeerd zijn gaan begrijpen van waarom we goed waren. Ja. Dat daarnaast het zelfbeeld is een soort van verwrongen. Dus we denken dat problemen niet kunnen zitten in zeg maar wat ooit onze identiteit was. Dat waar we ooit ontzettend goed mee waren, dat het onze kracht was. Dus dat dingen, mentaliteit, fysieke kracht, verdedigen. Mm-hmm. Dat dan de onderdelen zijn waar we nu tekort schieten. Ja. Terwijl als je het feitelijk gaat bekijken, dan zie je dat er op dit moment meer dan ooit Nederlandse verdedigers in Europese topcompetities zitten en minder dan ooit Nederlandse aanvallers in Europese topcompetities. Dus je hebt eigenlijk slechtere aanvallers dan ooit en betere verdedigers dan ooit. Kort door de bocht. Ja. En toen gingen de KVB, de voetbalbond, die ging een rapport schrijven over wat is er aan de hand met Nederlands voetbal. En er werd geen woord gerept over aanvallen of over techniek. En dat ging alleen maar over mentaliteit en over verdedigen. Okay. En bij mentaliteit haalde ze een soort van kunstje uit, want dat werd door oud-voetballers werd dat natuurlijk geroepen. Ja. Van we missen gewoon die winnaarsmentaliteit die wij vroeger wel hadden. Ze dragen hoeden nu. Ja, en die jeugd van tegenwoordig, dat deugt allemaal helemaal niks. Idee. Alleen er was natuurlijk geen definitie voor. En toen op een gegeven moment moesten mensen dat rapport gaan uitwerken. En die moesten dan op zoek in literatuur naar een soort van onderbouwing van dit begrip. En toen hebben ze een soort van U-bocht gemaakt van winnaarsmentaliteit naar winning mindset. En winning mindset, dat verwees eigenlijk naar wat ze in de literatuur de groeimindset noemen. Mm-hmm. En de groeimindset, dat gaat eigenlijk uit van dat jij... eigenlijk als jij, zeker als jij jong bent, maar eigenlijk ook later in je leven, dat je af en toe fouten moet maken en dat je daar dan van moet leren, dat je taakgeoriënteerd moet zijn. Dat is winnaarsmentaliteit eigenlijk. Dat is wat het nu is. Maar dan zeg je dus eigenlijk, in de jeugd moeten ploegen af en toe, moet je als trainer een ploegenwedstrijd laten verliezen. Dus bijvoorbeeld een verdediger op een middenveld zetten. Zodat de juiste lessen geleerd kunnen worden. Zodat die daar erachter komt, mijn techniek is niet zo goed als wat ik dacht. En dat hij vervolgens zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar wat ze eigenlijk bedoelden met winnaarsmentaliteit, met die ex-voetballers, was... Altijd doorbeuken. Altijd doorbeuken. En al in de jeugd moet het erin geramd worden van de onder 8 af aan. Van je moet gewoon winnen. Ja. En 100 push-ups als je 5 minuten te laat ben voor training, dat soort dingen. Ja, precies. Dus eigenlijk werd het tegenovergestelde begrip werd in dat rapport onderbouwd bij winnaarsmentaliteit. Maar dan ga je natuurlijk helemaal nooit resultaat eruit halen. Als iedereen denkt, je bedoelt dit ermee, je bedoelt er het radicaal tegenovergestelde mee. Mm-hmm. Ja, dan krijg je vooral enorm veel Babylonische spraakverwarring. Mm-hmm. Snap niemand meer waar het over gaat. Is dat ook een generatieding ook? Ja, maar dat is natuurlijk... iets wat van alle tijden is, dat de oudere generatie of de jongere generatie zegt dat de mentaliteit slecht is. Nee, ik bedoel ook de Babylonische spraakverwarring. Dat werd in dit geval ook al veroorzaakt door de KNVB, die dan een rapport gingen schrijven op basis van dingen die mensen gewoon maar geroepen hadden. Dus het ging over wie wat had gezegd, in plaats van over wat ze nou eigenlijk zeiden, of het nou eigenlijk al zinnig was wat ze zeiden. Maar daarmee bedoel ik dus weer bijvoorbeeld het verkeerd toepassen van terminologie. Dus wanneer zij het over winnaarsmentaliteit hebben, gebruiken ze eigenlijk het begrip zoals het ooit misschien wel inderdaad was. Mm-hmm. Maar dat is niet meer wat het nu is in deze tijd. Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat je überhaupt die hele constructie zo met winnaarsmentaliteit, dat je dat niet op deze manier
had moeten doen om die hele verwarring te voorkomen. Ja. Maar het is wel een soort van generatiekloof in die zin dat zeg maar, er is een deel die is bezig geweest met nou ja, wat weten we eigenlijk over mentaliteit in het voetbal en gedrag beïnvloeden. Ja. En wat kunnen we daar nou eigenlijk voorzieners over zeggen op basis van literatuur? En je hebt een groep die gewoon zoiets heeft van hard aanpakken en dan moeten ze er maar van leren.